Je hebt nieuwe auto! Ik heb nieuwe auto! Ja, fantastisch toch? Hoe mooi! Waarom? Ja, jij moest, ja, jij moest een nieuwe. We waren natuurlijk de drie sedan. Ja. Ook een prachtauto. Ja. Maar ik denk dat dit hier nog wel beter tot slecht komt. Ja. Klein, compact. Ja. Achterwieldrijving nog steeds. Ja, dit is eigenlijk de eerste auto in de BMW line-up met achterwieldrijving. Ja. Zeg maar, want 8-serie en dus dit is allemaal voorbeeld. Dus gewoon perfect voor wat we hier natuurlijk doen. We hebben hier onze veiligheidstrainingen perfect. We kunnen nog steeds een beetje driften. We kunnen nog steeds een beetje spelen. Twee-serie coupé, ja. Nou, ziet het ook strak uit. En ze rijden echt fantastisch. Ze rijden ver. Ja. Het is ook nog een beetje leuk. Nou, ze rijden echt fantastisch. En ze rijden echt ook goed. Ja? Net zo goed als zo'n... youngtimer. Zo'n youngtimer. Eerlijk gezegd, dit is natuurlijk ook fantastisch. Ja. Ik hou hiervan. Ik heb wat dat betreft echt een BMW-hart. En ja, 6 cilinders blijft natuurlijk toch wel iets heerlijks. Ja. Het geluid alleen al. En ik hoor dat je toch wat dingetjes nog hebt veranderd eruit. Een klein stapje ietsjes anders bij, hè? Ietsjes. Welke gaat het sneller zijn op slalom? Als we even slalom op je gaan doen, wat denk jij? Want aan de andere kant, veel modernere auto. Goodyear banden. Ook goede boete. Fantastische banden. Ja, want je hebt natuurlijk meer power, maar daar heb je natuurlijk dat slalommetje. Ik durf op zich die Chandler's wat room. Dat ze met die 2-serie toppen laten zien dat nieuw beter is. Nou. En jij hebt wel Apple CarPlay. Wij hebben het erin gebouwd en hebben het er inmiddels eruit gehaald. Ja. Als je Wouter dingen op AliExpress laat bestellen, is niet altijd een recept voor succes. Apple CarPlay, maar daarmee ben je natuurlijk een seconde sneller normaal gesproken. Ja, maar ja, dat doet het dus ook jammer. Laten we een beetje rijden. En navigatie en zo? Zit erin, ja. Zit jouw stoel voor? Nee. Laat je die cursist in Zeeland, waar ik zeg maar in Zandvoort, ik sta hier... Ja, maar de zon schijnt hier altijd. Kijk wel. Het is prachtig weer. Kom, we gaan spelen. Wil je een keer een echte wagen, jongen, met een 6-cilinder met een handbak? Kom dan. Die linker koppeling, daar is de koppelingspedaal. Wat? Een wat? Een wat? Een koppeling? Zelf. Serieus? Zelf. Rem je daarmee? Ja, remmen, ja. Deze auto... Klinkt gewoon gek. Van de motor, dat is en meer weet je niet. Stuk. Dat denk ik niet. Het rijdt wel. Dat is wel grappig. Qua onderste, dit is zo'n mooi platform van BMW. Bij de nieuwe 3-serie, die is al een tijd. Dat al kun je gewoon, het is gewoon roteer makkelijk. Geen onderstuur en zo. En als je onderstuur hebt, dan ligt het aan mij. Echt een leuke auto. Alleen geen 6. Maar dit is wel fantastisch hoor, hé. Ik word hier toch wel heel vrolijk van, maar dat ding heeft echt wel heel veel grip aan de voorzijde. De auto is nog steeds goed. Dat platform is zo mooi, weet je ook. Merk gewoon aan het einde van die slalom, weet je, doordat je natuurlijk zeg maar continu dit aan het doen, maar dat je op een gegeven moment denkt, die kont gaat al gewoon komen zonder dat ik hem echt hoef te forceren. Dat is gewoon zo lekker dat je hem het is echt roteert mooi. Het is echt een hele goede auto. En deze is toefje onderstuurd, hè? Hij wil wat over de voorwieltjes. Ja. Maar, nogmaals, 6 cilinders, een handbak. Ik hou ervan. Lekker, ja, en wij kunnen nog de Cobra schroefschet kunnen we misschien nog een beetje... wil je nog wat snellere stickers erop doen. Ja, ik denk dat het daar aan ligt. Die stickers, dat is het. We hebben 2 auto's vergeleken. Nou, en die kan je niet rijden, tenzij je heel bijzonder bent. Martijn heeft er bijvoorbeeld al een keer in gereden. Maar in deze kan je gewoon rijden als je je inschrijft voor de Autolog Driving Experience. We hebben weer nieuwe data. Dit is dus de auto die je gebruikt. En vreemd genoeg zijn er achter ons nu vrachtwagens aan het rijden. Dat kan hier blijkbaar ook op het terrein, maar dat ga je dan niet doen. Je gaat met deze bijvoorbeeld zo'n slalom doen. Wat echt leuk is. Het is gewoon leuk. Ik hou daar gewoon van.